De zon is lekker warm, hij schijnt voor jou en mij. Maar waar ik toch het warmst van word, weet je, dat ben jij. Samen wat ontspannen, even lekker niks. Zomer. Hier achter mij probeert iemand heel erg aandacht te trekken. Het is Irene Moors. Ze is bezig met een verdrinkingsscène. En ze wil eigenlijk gewoon op haar smuigeltje gekust worden. Here I come, Ala Baywatch. Here I come. Here I come. Yes, I help you. Yes, yes. Ik zou je liggen hier met je hoofdje. Voorzichtig met je hoofdje. Zo, en dan doe ik even de mond op mond. De kussing. Je wordt vriendelijk bedankt. Waar is dit goed voor? Hallo. Waar is dit goed voor? Dat leek me leuk. Ik dacht dat je gekust wilde worden. Grapje. Geeft toch niks? Mm. Zullen we even leuke muziek opzetten dan? Dat heeft die cameraman toch van verschrikkelijke lelijke voeten. Moet je nou eens kijken. Kijk ik liever, moet ik je zeggen, naar Cotton. Yeah. Dat wou ik zeggen. Daar gaan we even naartoe. Wat was toch een lelijke leuk voeten. Heb je leuk B-watje gedaan nou? Ja. Oké. Okay. Word ik al bruin hoor!
Je wordt hartstikke bruin. Maar ik vind toch dat je toch eventjes leuk had met mij mee moeten baantjes trekken. Nee, je bent nou geen zin aan. Ja, dat is goed voor je benen en voor je arm en voor je buik en voor je alles. Voor je oren zelfs. Voor mijn oren? Nee, dat net niet. Dat net maar niet. De rest wel. Voor je dijen ja, zo. Ja, dat is hartstikke goed. Maar ik heb geen dijen, jij hebt dijen. Dankjewel. Nou goed, ik doe er tenminste wat aan. Ik ben aan het baantjes trekken. Jij ligt alleen maar lui op je bonbonnière. Dat geeft ook niet. Dat is ook een leuke zwembadtip. Maar? Het gevaar is... Ja? Dat iedereen nu denkt dat jij de hele week zo ligt... en ik altijd alleen maar druk aan het baantjes trekken ben. Dat we verder niks doen. Maar dat is niet het geval. Leg jij het eens even uit. Dat is niet het geval. Carlo en Irene zijn nog steeds verwikkeld in een spannend avontuur op Aruba. Als Connie niet komt opdagen, gaan ze zelf op zoek naar de zonnesteen van kapitein Fabian. Ze vinden de steen, maar waar is het goud? Terug in het hotel krijgt Carlo een boodschap. Connie is ontvoerd. Ik heb je overal al bezoeken. Alsof het gebouw instort. Ik was heel even naar het toilet. Snap je wel? Even naar het toilet? Ja. Waarom roep je dan niet even? Omdat ik ook een keertje een momentje voor mezelf wil. Heb je dat niet? Nou, dat ruik ik. Een momentje voor jezelf. Nou, lekker geurtje. Nou, jij ruikt lekker. Ik heb een briefje. Wat voor briefje? Hier. Wat? We hebben Connie. Breng ons naar de schat. Anders zien jullie haar nooit meer terug. Bel ons niet, wij bellen jullie. Hoe kom je daar? Hoe kom je naar het briefje dan? Ja, dat heb ik daar bij die balie. Ik zat er kijken of er een boodschap voor ons was. Wie zijn we? Wie hebben ja, dat hebben wij weer. Wij kennen iemand en die wordt dan weer ontvoerd. Dat is even lekker dan weer. Wat moeten we nou? Moeten we nou een beetje gaan zitten wachten tot er iemand ja, ons gaat bellen? Ja, we wachten maar tot er wordt gebeld. Dan kun je uren wachten. Maar waarom gaan die mensen dan ons bellen? Wat moeten we dan? Ja, dat weet ik niet. Wij bellen. Bel ons niet. Er staat geen niks, staat geen nummer. Wij bellen jullie. Hebben wij. Neem op. Nee, jij kan praten. Doe jij nou maar. Je zit er het beste bij. Jij kan praten. Neem jij nou maar even op. Jij kan toch ook praten? Dat heb je van je moeder geleerd. Talen bedoel ik. Jij weet je talen toch? Ze spreken hier gewoon Nederlands. Dat vind ik een rotsmoes. Jij bent een man. Wat moet ik dat toch zeggen? Gewoon zeggen hallo met Carlo en wat wilt u? Nee, jij gaat nu... Doe jij het nou? Ja, dat is lekker. Heb je nou je zin? Ja, heb je nou je zin? Is het mijn schuld? Ja, jij het is... En nu? Wat moeten we dus nu? Nou bellen ze dus nooit meer. En zie ik mijn Connie dus ook niet meer. Nee, ik weet het dus ook niet meer. Hallo met Carlo. Hallo met Connie, hallo. Hallo Connie. Goeie. 12 uur bij het piratenslot met de schat. Ja, maar er is helemaal... Anders krijgen jullie er nooit meer terug. Dan krijgen jullie er niet meer te zien. Opgehangen. Wat zei ze nou? Als we voor 12 uur vanavond geen schat hebben, dan zien we Connie dus nooit meer. Denken die mensen dat wij de schat hebben? Dat hebben we dus helemaal niet. Zit je dus met je gebakken peren. We moeten er wel heen. We moeten er wel iets doen. Moeten we nou toch doen nou? Hey. Wacht. Kom. Heb je een idee? Die ontvoerders die weten niet hoe die schat eruit ziet. Als we nou deze kist gebruiken. Dan vullen we hem met zand en met schelpen. We doen hem dicht. Dan is hij hartstikke zwaar. Dan lijkt het een echte schat. En misschien dat we dan op die manier dan toch Connie terug kunnen krijgen. Mag ik je wat zeggen? Nou. Ik vind je geweldig. Ja, nou weet ik het wel, hè. Nou even ter zake. Ja. Ik vind die wel een beetje eng zo. Hoe laat is het? Tegen 12 en dat is waarschijnlijk de auto van de boeven. Ga je mee? Ja, dat is geen weg terug. Durf je niet?
Oh, kijk uit. Daar zijn ze. Nee, boys, niet uit de schuit. Nee, dat is een dode kat nou. Goed, zet neer. Neer. Amai, ras! Hebben ze je pijn gedaan, Connie? Nou, nog niet. Geef ons die schat. Eerst even Connie, hè. Eerst even Connie, even rustig jij, hè. Geef maar. Kom maar. Kom. Maak hem open. Oké. Veel te lang in het zwembad geweest. Ah. Ik ben helemaal gekrompen. Ik heb helemaal van die vouwen en dingen en zo. Vouwen. En nou is de zon ook nog eens een keertje weg. En dan heb ik het koud en ik zou net ja, ik krijg het al warm. Ik krijg het langzaam warm. Ik wilde net als jij lekker zonnen. Ik heb het lekker warm gekregen inmiddels. Wat gaan we doen? Moeten ze niet wat bekijken dan? Nee. Nee, we zijn er klaar mee. We zijn er pas volgende week weer, tussen 9 en 10. Zijn we helemaal klaar? Met nieuwe avonturen vanuit Aruba. Oh ja. En dan gaan we nu lekker naar binnen. Want daar is het warm. Zullen we niet op het zonnetje wachten? Komt hij nog dan? Maar komt er zo aan. Ja, komt hij aan. Waar komt hij aan? Lekker. Nee, nog niet. Nou, het duurt nog wel een uur. De zon is lekker warm. Hij schijnt voor jou en mij. Maar waar ik toch het warmst van word, weet je, dat ben jij. Samen wat ontspannen.